Nou, hier zijn wat babyboa's geboren. Ik heb de moeder net al weggehaald. Die zal ik straks ook nog eventjes in beeld laten zien. Maar de moeder is een mooie, beetje rood-oranje gesalmon. En de man is een albino geweest. Dus hier zitten wildkleuren en salmons. Allemaal het kaalalbino bij. Ik heb ze dus nog niet uitgehaald. Ik zie twee slugs sowieso. En ik denk dat het 18 of 20 babytjes zijn. Maar ik zal eens even een. Ik zal ze er eens uit gaan halen en gaan tellen en zo. En dan. Houden we jullie weer op de hoogte. Zo, nou, hier deel 2. De moeder zit weer terug. Ja, uiteraard behoorlijk mager nu. Ze was wel behoorlijk rustig. Dat is dan wel altijd prettig. Als ze net baby's hebben gehad. Ja, ze deed eigenlijk helemaal niks. Alleen een beetje de baby's aantikken met haar hoofd, als het ware. Om ze een beetje te stimuleren. Even kijken of ik van de andere kant erop gezet krijg. Hier niet alles, maar hopelijk komt er een klein beetje wat van de kleur op. En natuurlijk helemaal een schone bak gekregen. Ik doe de vrouwen altijd leg ik hier in een grote kurver met laag water erin. Dat ze even lekker kunnen weken, een beetje kunnen drinken en dat alle geurtjes er vanaf gaan. Nou, het terrarium natuurlijk helemaal schoongemaakt, helemaal leeggehaald, schoongemaakt met Dettol, dat het een beetje anders ruikt. Ik doe daarna altijd een paar druppeltjes Clean Air erin. Dat is een middel wat vergelijkbaar is met Vanpo of Vapo, Rup of zoiets dergelijks. Dat ruikt lekker. Dan hebben de vrouwen wat minder de neiging om op zoek te gaan naar dat baby's. En bij mij gaan ze altijd meteen eigenlijk weer eten. Dus. En zo natuurlijk ook eens wat babytjes laten zien. Hier ondertussen nog de arabesk die ook die vorige keer op de video stond. Is inmiddels vervuild. Heeft daar weer 2 keer gegeten. Dus. Daar gaat ook helemaal goed komen. Ja, de baby's even snel opgezet. Hier, ik heb toevallig een nieuw babyrek. Ik had er wel zo een, maar dit is een nieuwe. Die is van de week gebracht in elkaar gezet. Dus die kwam goed van pas. Er zitten een paar erg leuke babytjes bij. Dit is een van de wildkleurtjes. Kijken of met of zonder verlichting. Nou, met is beter, denk ik. Ze liggen natuurlijk, hè, ze zitten nog helemaal in de chap. En ze gaan bijna meteen een vervelling in. Maar je ziet hier. Daar aan de zijkant al wel veel roze tinten. Dat is nu nog een beetje lichtgrijs, maar daar wordt voor een wildkleur denk ik best met wat lichtere dieren bij. Ook een paar leuke tekening. Deze, kijk, een staartje erop zetten. Een mooi gestreept staartje voor een gedeelte. Is wel niet genetisch of zo, maar altijd leuk om aberrante tekeningetjes te hebben, vind ik zelf. Eigenlijk alle jonkies zien er ook goed uit. Hebben allemaal de eidooier en zo goed opgenomen. Dit is een hele lichte salmon. Echt een hele slag lichter dan de rest. Even een beetje uit de knoop wel gaan. Zo, hier vandoor gaan. Ook weer een beetje apart getekend staart. Heeft moeder ook wel wat. Ze krijgt ook straks allemaal nog een waterbak voor degene die denken van hey, die zien we er niet bij staan. Hier ook twee totaal verschillende salmons. Deze is wat donker, heeft een donker patroon met een lichte onderkleur. En niet een super oranje staart, maar wel heel erg contrastrijk. Ten opzichte van deze bijvoorbeeld. Hier is weer een heel stuk oranje er in de staart. Heel licht, dun patroon en zo. We hebben alleen wel allebei nog de navelstrenger aan zitten, dus ik kan ze niet echt langs elkaar leggen. Maar ik wil het even zo vergelijken. En het zijn dus allebei, ook dit is een salmon. Dus ondanks dat hij donkerder is, betekent het niet dat het een wildkleur is. En ze zijn natuurlijk allemaal het kaal albino, aangezien de vader een kaal albino was. Dus dat is altijd een mooie bonus. De moeder die ik net ook liet zien, dat is officieel een vrouwtje van Kim. Dus, en die heet Jill, de moeder. Dus ik denk dat een Jill Junior ook hier mag blijven. En dan gaan we Kim eens eventjes vragen welke zij de mooiste vindt. Ik zal niks zeggen, maar ik hoop dat het die hele licht wordt natuurlijk. Nou, dat was hem weer. Zo gauw de jonkies natuurlijk allemaal verveld zijn, dan komen er weer foto's op de website en op de forums en noem maar op. Bedankt allemaal!